Mogen ik dit jaar de 100.000 abonnees hebben? Dan tatoeëer ik Serpent Gameplay logo met bibs. Kom maar door. Het gebeurt toch niet. Vecht mij. Even kijken. Doe een duimpje omhoog. Toch op mijn bibs. Kan wel. Even kijken. Doei. En zo geschiedde het. Ik had het totaal niet verwacht, maar opeens haalde ik in 2019 daadwerkelijk de 100.000 abonnees. Dat was aan de ene kant hartstikke leuk, maar aan de andere kant was er een probleem. Ik ben een man van mijn woord. Ik moet opeens een contattoo nemen. Maar ik had niet gezegd wanneer ik die moest nemen. Dus ik ging een beetje smoesjes maken. Nee, ik ben momenteel heel druk bezig met het afstuderen. Toen dat eenmaal klaar was, was ik weer druk bezig met mijn nieuwe studie. Toen ben ik daar op een gegeven moment mee gestopt. Toen was ik druk bezig met verhuizen. En toen op een gegeven moment had ik al die dingen gedaan, waren de smoesjes op. En werd het daadwerkelijk een keer tijd om die contattoo te nemen. Om natuurlijk te bewijzen dat ik die contattoo ook echt genomen heb, heb ik besloten het hele proces te livestreamen. En deze video is eigenlijk een korte samenvatting van die livestream. Ja. Volgens mij staat die aan. Dankjewel. Hey. Ja. Ik was dus gewoon op tijd, hè. Ik was hier om 26. Alleen. Ja, hartstikke goed. Maar dat komt niet door jou, dat komt door Billy. Dat past nee, wel. Ja, nee, nee, nee. Nou. Ik had eens gekeken, het is vooral het binnenbeeld. Dus hoe dichter bij je anus je komt, hoe meer pijn het begint. Maar je gaat hem ook echt, zeg maar, bij je anus. Nee. Ik denk wel gewoon een beetje middenbeeld. Ja, maar oké, hoe groot wordt hij? Wat vinden jullie, chat? Pimpas of halve pimpas? Nee, het gaat niet om wat jullie vinden. Mooi eentonig. Het gaat om wat ik vind. Ik zei ook half pimpas, maar Tony zei hele pimpas. Gast, dat is echt zo groot. Kom eens hier. Geef je pinpas. Want hij heeft leuke alerts. Waarom heeft Tony dit niet? Dat hij pro-streamer is. Doe eens je akka. Oké, mijn akka, ja. Zo, oké. Pak je pinpas. Dit mag, want dit is gewoon een string. Dit is gewoon een string. Pinpas is wel te groot, gast. Het is echt mijn halve reet. Pinpas is wel echt heel groot. Oké, ja, misschien kunnen we 3/4 doen. Halve 75% pinpas. Halve pinpas. 75% pinpas. Om enkel gewoon zo te doen. Maar ik zou kunnen zeggen, ik doe hem zo. Inderdaad. Ik weet niet waarom. Ja, ik, nou, wie bedoel deze, dacht ik. Het oude deze. YouTube logo is wel beter eigenlijk. Ja, deze is wel vet, hè. Ja, het oude, ja, is toch veel meer OG. Ja, dus deze is wel het beste. Oké, dan doen we deze. Hoe verschillend is de pijn op verschillende plekken van je lichaam? Luister, Rick, ik heb hier een tattoo half op mijn beeld, tot hier. Dat doet wel pijn. Hoeveel verschilt het pijnniveau? Zijn er plekken waar je een tattoo zit dat je bijna niks voelt? Ik heb letterlijk deze in mijn nek. Die is al naar. Nee, ik had een kater, was in Miami, toen lag ik zo en toen lag ik echt in te dompelen. Dit deed geen pijn. Oh, hè? Volgens mij doet dit ook niet pijn, toch? Nou ja, dit is gewoon niet zo lekker. Niet goed te doen. Hier, dit is naar, dit is de pure hel. Dat geloof ik wel, ja. Maar kijk, het heeft er ook mee te maken hoe groot. Dit ding op mijn rug. Dat zwarte vlak. Heb je echt meer dan zijn ze met zo'n speciale naald. Ze zijn gewoon lekker aan het rachen, jongen. Ja, iets van 113 of 72 ja. Naalden. Het is alleen maar. Holy shit. Ja, en dat is gewoon na 1, 2 uur. Hoi. 7 uur ben je gewoon kapot. Ja, die papa. We gaan zo naar Remco houden. Tattoo zetten hoor ik al, hè. Ja, ga jij erheen? Ja, op mijn kant. Je lul toch? Hier zit een kleine tribal. Dan ging ik van groep 8 naar de binnenbouw. Oh ja, mijn papa zat vol. Toe gezegd. Ja. Ja. Ja, maar luister, ik ging om met allemaal jongens en ik groeide op tussen allemaal mensen die tattoos hadden. Papa, mama, de band waar ik in speelde. Ja, dat is waar. Ik vind 12 wel echt insane hoor, dat je in groep 8 gewoon een tattoo neemt. Ja, maar de zanger van mijn band toen der tijd was tattooartiest. De zanger van de band waar je toen je 12 was, was al volwassen gewoon. Ja, die was 35. Je zat met een guy van 35 in een band, ja, dat is al vet. Ja, ik denk dat jouw tattoo 2,5 uur duurt. 10 minuten, een kwartiertje. Zullen we langzaam een beetje. Je wil graag die kant op, hè? Je wil de tattooman niet teleurstellen dat het al laat te komen, natuurlijk. Ja, maar rij je eigenlijk vaak in je auto of word je dan vaker gereden? Ik rij wel vaak in mijn auto. Maar ja, rij je meer dan 50% van de tijd als je in de auto zit? Ik rij 15%. Ja. Dat is wel weinig. Altijd draaien. Wil je in mijn auto rijden? Ja. Is het schakel? Ja. Yes. Kan dat? Ja, natuurlijk. Vind ik juist leuk. Doe het bijna wel. Oké. Dan je mag in mijn auto rijden. Hé, hey, hier ben ik lang niet meer geweest. Dat is het daar. Vorige keer dat ik echt lang hier was, waren we die fitnessstream aan het doen. Jij hebt echt een gigantisch lege koelkast, gast. Hoe leef jij? Wat eet jij normaal? Dat is helemaal een zoete aardappel. Hoeveel je zoveel zoete aardappels hebt? Ja, ik koop alles altijd keer 10. Je krijgt geld te veel, ik merk het alweer. Nee, maar dan denk ik, dan hoef ik het niet volgende week weer te halen. Dat schimmelen ze allemaal, ja. Kom maar, ze gaan niet op. Wat doe je met zoete aardappel? Bak je het? Doe je in de oven? Niks, ik laat het verschimmelen. Verschimmelen in de koelkast. Ja, en dat is eigenlijk de eindstand. Dan denk ik, ja, ik ga gezond doen, maar nee. Kijk, dit afgetrainde lichaam, hè?
Heerlijk, dat gaat echt goed hoor, die lessen die we hebben gedaan. Is progressie. En gisteren nog om 4 uur 's morgens zitten planken. Echt? Oh, je sport nog wel? Ja, ik wandel iedere avond 6 kilometer. En halverwege de wandeling zie je mij gewoon op de fietspad gaan planken, een beetje push-ups doen. Ik ga denk deze zonnebril op doen de rest van de dag. Geen emotie tonen gaan. Kan er iemand naast me zitten en de stream vasthouden als ik rijd? Ja, ik ga wel naast je zitten. Ja, kun jij ze dan bij de... Dat is prima. Ik vind het ook leuk dat jij gaat rijden. Hoef ik één niet te navigeren. Kan je er uit je hoofd heen rijden? Ja. Je bent al 100 keer geweest, gok ik. Ja, klopt, denken. Heb je enig idee hoeveel tattoos je precies hebt? Heb je bijgehouden, geteld hoeveel tattoos je hebt momenteel? Nee. Is dit één? Of ja, dat is natuurlijk wel de vraag als je dat soort dingen gaat doen. Nee. Ik zou dan per keer dat je echt bewust iets zet, zou ik één tattoo rekenen. Oh nee, dat weet ik niet. Er staan 2 straten verderop, het was veel te druk om te parkeren. Het staat echt helemaal vol hier. Ik ga er nu gewoon opeens positief in. Nee. Ik ga het niet eens pijn doen, denk ik. Voor mij gaat... Nee. Nee, maar luister, we moeten positief blijven. Het gaat geen pijn doen. Als je adrenaline hebt, doet een tattoo echt oprecht minder pijn. Ja, mijn lichaam kan denk ik geen adrenaline aanmaken. Oh. Ik heb nog nooit spanning gevoeld. Nu heb je ook niet een beetje die kriebel. Nee, tuurlijk niet. Pompee! Hey. Nou, daar gaat hij hoor, dames en heren. Oh. Lekker hoor. Beter rijden niet in de trak. Hey joh, gast. We zijn nu aangekomen dicht bij de tattoo shop. De spanningen zijn gezond. Voor de kont. Ik ben niet bang, ik heb er gewoon geen zin in. Ik kan nu gewoon nog weg, ja. Ik ga nu naar de auto rennen. Gewoon vol gassen, stream uit en gaan. Oh, deze lucht. Deze lucht. Ik ruik zweet en tranen. En bloed. Met zweet, tranen, bloed, in. Gadverdamme. Ayuko! Dat is het. We hebben nu 2 streams online, hè? Ja, de camera. Hallo! Hey. Ik stop nu met die overhemden die lijken met Pablo en Scopa na een flinke toos. Dus het wordt heel veel gaaf. Ik zal even een handje geven, Bok. Ja, doet hij ook met geluidjes? Ja, zeker met geluidjes. Alleen maar geluidjes, guys. Gewoon zoveel mogelijk geluidjes. Ja, misschien verzacht het de pijn als ik een beetje geld krijg of zo. Ja. Doe je vaak kont-tattoos? Nee. Nee, de eerste keer. Nee, valt wel mee. Wat wil je ook exact hebben? Een formaat bedoel je? Ja, je wou het YouTube doen, toch? Het YouTube, ja, we hebben even gekeken welk YouTube logo. Moet je de afbeelding even hebben anders? Ja, zoek hem even op Google, is wel makkelijker, ja. Ik kan mijn telefoon blijven gebruiken. Hé, hey, als je tijd hebt, kan je ook een Twitch logotje bij mij erop gooien? Ja, dat is zo klein. Je hebt eigenlijk helemaal niks meer te doen qua dat werk tekenen. Ik kom gewoon op de printer en dan stencil je zo op mijn bibs gewoon. Zoiets, ongeveer. Oké. Wel veel lijntjes van maken, weet je wel, maar... Eigenlijk is het makkelijk als iemand gewoon een plaatje van internet wil. Dan is het gewoon... Een logo kun je dus opplikken eigenlijk. Het allerchillste, zeg maar. Oh, ik haat Nederlands Photoshop. Maar we hadden dus net een klein beetje over de plaatsing op de kont. Jij raadt aan zijkant, Bips. Ja, maar het is gewoon cooler. Dan kan je hem gewoon vaker zien. En doet minder pijn. Is het bijkomstigheid. Nou, het is net zo kut. Ik zat op internet te kijken en zag ze toch hoe dichter bij je kont gaat, hoe meer pijn het gaat doen. Nou ja, ik zou hem niet inderdaad zeg maar bij de afmeren koets doen. Nee, maar dat is gewoon toffer, want dan kan je hem gewoon altijd... Ja, dat is waar. Als, ja, weet niet. Als je dan bukt of zo, als je net je t-shirt omhoog gaat zo, en dan zo. Net zo staan. Ja, ik vind het wel leuk. Nou, perfect. Toch? Qua formaat. Qua formaat, ja. Hij is weer goed leesbaar, niet klein. 48 minuten. Hoe lang ga je bezig zijn met zoiets zetten, denk je? Als het ingekleurd moet? 20 minuten. Deze was half uur hoor. Half uur? Wat? Half uurtje, ik heb een lichaamblokje. Oh, nou. Nice. Gewoon een trage tattoo artist. Maar kan niet anders. Oh ja, ik wil graag ook op de wifi. Please pass wachtwoord. Als je het even naar mijn app of zo, dan kan ik het overtikken. Oh my god. Ga je lekker even babbelen? Ja. Sorry jongens, het was echt net een interessant stukje interview. Zo jammer dat hij is weggevallen. In principe wil ik deze wel. Niet te veel kijken naar dit stuk daarnaast. Ik voel deze tattoo wel van mezelf. Ja, toch? Het is wel gewoon een mooie tattoo. Ik zie mezelf in principe op een gegeven moment wel een coole tattoo met een slang aan. Iets als dit vind ik wel echt dope. Of misschien met zo'n cool mes erbij inderdaad. Een beetje zoiets. Vind ik vet. Ik vind deze wel vet. Een soort lucky tattoo. Slang met dobbelsteen. Uh-oh. De kans bestaat wel dat heel veel kijkers het grappig gaan vinden om te bellen de hele tijd. Dat is er
godsamme, is dit een prank al? Het zat eraan te komen. Nou, gaan we eens positie uitzoeken. Of nee, de positie niet. Ja, plek, plaats, misplacing, ding. Ja, je stencils, ja. Van waar we het over hadden. Ja, die gaan we dus plakken. Die gaan we nu plakken. Ja. Is goed. Nu is het tijd. Nu is het tijd. Dus ik zeg maar de... als je mijn onderbroek een beetje in mijn natrek of zo, dan is mijn bibs niet te zien op stream. Maar dat mag zeker ook niet. Ja, zeg maar, ze mogen vooral even mijn anus niet zien. Dat maar waar doen. Wil jij die foto zelf? Denk dan hier of zo? Ja, ik zal het. Ja, ik zal het doen. Ja, nog een beetje. Ja, man. Doei. Moet je het helemaal plakken? Dat is die kant. Ja, hier staan. Ja, naar beneden. Mijn kop wordt daadwerkelijk geschoren. Yes, the shape of ass. Ja, ik dacht, dat hoeft niet. Ik heb echt totaal geen haren gekomen. Kunnen we de telefoon gewoon uitzetten? Je kan ervoor naadleggen. Ja. Echt wel schijt in je kant. Ik denk dat hij ook gewoon scheef moet, man. Zo. Zo? Zal ik even kijken? Oh. Ik denk dat scheef misschien een beetje schuin wel leuk is. Zo. Ja. Ja, dat is wel goed. Ja, zeker. Ja, juist, gewoon. Dat het echt zo... Een soort, ja, ja. Pat. Soort mijn kont veert te veel. Ik merk nu al die naald erin. Ja, dan je hebt een hele squishy. Dit is wel awkward. Ik ga zo je kont wel... Ja, dat is wel fijn, dan gaat het waarschijnlijk minder pijn doen. Je hebt een squishy butt, baby. Ja. Kijk, echt wel, weet je, heb je wel eens een borst gevoeld? Zo voelt mijn bibs. Nou, er zit er al op. Ja. Er zit er al op. Kijk, het is spiegel, hoe je het zit. Ik vind hem leuk. Ja. Vind hem heel leuk. Super cute. Ja. Ja. Gewoon hier. Naast het andere deel. Ja, hier. Nou, gewoon een arm zou ik eigenlijk het Twitch logo nog willen, maar ik kan ook een andere keer wel. Hier. Wat vind je hiervan? Klein? Nee, ik vind hem prima zo. Ja, ik vind het prima. Voor mij is jouw tattoo kleiner hoor, Mr. Pussyboy. Kijk op. Plap hem in. Ja, nee, dit is toch super vet. Hé, hey, te klein, te klein. Ik wil hem A4 formaat op je buik. Ja, hij mag wel een tikje groter, vind ik. Gebruiken om je camera op te zetten. Nou, je kan ook dat doen, ja. Dit is het tattoo telt niet. Te klein. Deze tattoo telt niet. Ja. Nee, bek. Ik heb niks gezegd over het formaat. Deze tattoo had het nog veel kleiner gekund. Ja, ga maar liggen, joh. Komt allemaal goed. Allemaal goed. Geen scheetjes laten. Ik vind het echt geen chille positie meer te zijn ook. Ik een lolly. Is dat fijn als je getatoeëerd wordt? Ja, dat is gewoon lekker. Ja, noem maar. Ik zag Tony de vorige keer ook doen dat hij getatoeëerd werd. Heel? Dat hij een lolly had. Het is alleen minder handig voor praten met de chat, maar ik kan hem ook uitdoen. Saar. Ja. Ik kan ook zo. Ja! Waarom zo luid? Ja, wel hij. Als jullie gewoon beginnen. Nou, gaan, wacht even. Oh, zo, moet weer helemaal. Hij gaat beginnen aan de meest pijnlijke plek tattoo zetten ooit. Je bent heel zweterig, zie je. Kijk, ik vind het wel spannend. Ja? Oké, maar heb je nog dingen die je nu wil zeggen? Je bent nu nog een ongetatoeëerd. Dit is om te laten zien dat ik wel een man van mijn woord ben. Onthoud dat wel. Mensen hebben 2 jaar lang zitten zeggen, je gaat het niet doen. Ik doe het nu wel. Dus Guy gaat het nu gewoon doen, hè? Hij gaat het doen. Oh, ik ben een beetje eng, hoor. Deze tattoo telt niet. Te klein. Deze tattoo telt niet. Ik vind het zeg maar niet chill. Maar deze ik vind het eigenlijk wel te doen ofzo. Het is gewoon kut. Ja. Deze tattoo telt niet. Het gaat wel helemaal kut zijn, maar deze tattoo telt niet. Ik moet nu wel irritanter worden. Nou, je hebt nu nog 3 kwartier te gaan ongeveer. Ja. Ik denk wel iedere seconde is weer een seconde. Oef. Die ik overleef ofzo. Donnie beschreef het als... Het zei ook iets van, als iemand een peuk uit mij dat je reed en westensteek. Een verbrandingsgevoel. Ja. Ik heb nog nooit een westensteek op mijn reet. Nee, ik heb ook nog nooit... Ik werd wel laatst wakker en toen had ik een processierups op mijn buik. Nee, what the fuck? Tantuur, zo'n dikke plek, maar er zat ineens een rups op mijn buik, midden in de nacht, ik zweer het. Dan ben je wel fucked. Pen, 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 waar heb je het over? Welke pijn? Pen, ik heb nergens last van. Pen, 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 pen. Pen, 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 pen. Nou, het gaat wel goed, hij is al best wel ver met het inkleuren. Buitenlijn doe je met een dunne 7. Heb ik ook een bezweten bil, valt dat wel mee? Fucking nat. Nee, joh. Fucking nat die reet. Iemand vraagt of je ook zelf tattoos ontwerpt en wat de prijs is, maar ik gok dat het compleet afhangt van wat je wil hebben, toch? Ik ontwerp alleen maar mijn eigen tattoo. Jij bent eigenlijk een van de weinigen waarvoor ik niet een tattoo ontwerp. Ja. Ik merk dat ik heel veel kracht heb in mijn hand, een beetje spierpijn of zo, van het knijpen gewoon. Maar je ligt ook op je elleboog, je kan ook even lekker gaan
gaan we niet zo. Nee, dat is wel goed zo. Joetsoepa Tatu! Hoe vinden ze dat al niet? Ik denk 1/3 of zo. Ja, nee. Je bent 17 jaar. Ga maar even 4/5. Dat is al een leven, toch? 4/5 zijn we. Echt? Ja. We gaan een klein beetje draaien, dan is Tony ook in beeld. Dat is wel grappig. Ja, zet hem op Tony's kont. Zet hem op zijn bib. Zet hem op zijn bib. Zo, joh. Ja, wel. Echt? Laten we zeker zien. Holy shit, ouwe. Kijk eens aan. Hij staat, ik weet niet of je het cool kan noemen, maar hij staat erop. Ik heb hem gedaan. De kont is gecarepackaged. Ik ga dit een jaar of zo laten zitten, gewoon ergens aan zitten. Klap zo, voor de rest van de ik ga nu. Wisselogootje hier zo. Op de bicep. Kijk. Hier, dan kan ik altijd nog. Ik draag bijna altijd lange mouwen, dus je ziet het toch niet. Twitch dat de broeders. Zo. Ook gewoon prima. Ja, joh. Gewoon goed gemaakt. Twitch hem wel. Hij is bijna pro. Ja? Ja. Ben je klaar voor? Doe maar lekker door, hoor. Heb het gezicht, je hebt het gezicht. Gaan wij ook weer? Ja. Nou. Ik zou zeker niet zeggen dat dit minder pijn doet. Nou, perfect. Au. Nou, ik geef elkaar een kusje. Ja. Hey. Even lekker hey. Hier. Leuk. Kijk eens even. Hey, ouwe. Hoe vond je het nou qua pijn? Ik viel me echt reuze mee. Ja, ik zei het, heel maar pijnlijk. Maar zo zag je gezicht er niet uit. Het was echt doorbijten, maar omdat ik denk iets heel pijnlijks verwachtte. Het is wel een kutgevoel. Ik denk dat ik bijvoorbeeld het gevoel... Ik wil je in ieder geval erg bedanken voor je aandacht, liefde, vakmanschap. Ja, is goed, Jochie. Professionaliteit in het omgaan met mijn bibs. Lekker. Is toch iets wat je iemand, iemand toevertrouwt ofzo. Sorry Rex zijn moeder voor de tattoos. Sorry mam, kan gebeuren. Oh, in één keer wel gelijk twee ook. Ik had er zo nog een derde bij gedaan, daar ben ik niet moeilijk over. Twee is al beter dan één. Nu ben je klaar, want nu heb je en nu wil je alleen maar... Nee, ik wil wel een dobbelsteen voor extra gokgeluk. Nou, dat was het ongeveer voor de tattoo du bibs. Sla er eens op. Mag ik dat doen? Nee. Dan mag jij bij mij staan. Dat zou ik niet doen. Ik sta bij jou, jij staat zou bij mij. Zou dat niet doen. Chat, willen we dat? Ga jij maar eerst en dan ik bij jou. Nee. Hij kan het hebben, hè? Doe dat maar. Nee, hij gaat echt hard slaan. Nee. Gewoon tikkie. Doe nou, gast. Doe nou. Ik heb hele vieze handen, ik krijg helemaal infecties. Sorry dat ik je streamje verstoor, maar mag ik een foto? Ja, is goed. Ik wil ook wel een foto met je YouTube. Mijn YouTube dat doen. Of heb je je laten zien? Verder wil ik één klein dingetje toelichten. Oorspronkelijk zei ik dat ik het Serpent Gameplay logo ging tatoeëren. En achteraf was dat ook een veel coolere tatoeage geweest. Ik weet niet meer precies waarom, maar ik herinnerde me verkeerd dat ik het YouTube logo ging tatoeëren. Dus eigenlijk ben ik mijn belofte helemaal niet nagekomen. Laten we afspreken, bij de 150.000 abonnees tatoeëer ik alsnog een Ekkens met een kroon op mijn reet.